Avond, verkiezingsavond in Nieuwspoort. En daar mochten wij natuurlijk ook bij zijn, want ik ben tenslotte kandidaat. Alleen blijkt uit de eerste uitslagen van de firma Interview dat de overigen samen 1,5% hebben. Dat betekent dat ik nooit een zetel heb, want je hebt er 3,5% nodig. Nou had ik daar ook niet op gerekend. De vraag is gewoon, hoeveel van die 1,5% vallen mij toe en hoeveel van die 1,5% vallen iemand anders toe? Want begrijpt u wel, 0,8% bijvoorbeeld is al een kamerzetel. En dat zou toch aardig zijn. Maar ook als ik bijvoorbeeld 25.000 zetels in Amsterdam heb, dat telt eigenlijk niet aan in deze statistiek. Maar in Amsterdam is 25.000 zetels voldoende voor een referendumaanvraag. En daar ging het toch om. We praten met Nisco Dubbelboer over de uitslagen, maar eigenlijk over wat er deze campagne is gebeurd. Nisco, jij doet heel veel debatten in Amsterdam. Daar krijg je goede en slechte debaters. Daar krijg je goede en slechte media, mensen. Wat viel jou op qua performance op dat gebied in deze campagne? Nou, wat ik wel aardig vond is om te zien iemand die naar mijn mening tamelijk is afgezeken in de kranten in ieder geval. En nog ook wel tijdens de interviews dat je een zeker dédain merkte. Maar iemand die er toch echt wel uitsprong was die Louis van der Laan. Je vindt dat het stewardess-imago wat ze met zich meederen onterecht is? Ja, hoe je het went of... Nou, nee, ik weet niet of het onterecht is. Ik denk dat imago heeft bijgedragen aan het feit dat ze zowel werd afgezegen, maar wat ook veel publiciteit genereerde. Ja, maar D66, en dat is natuurlijk niet aan haar te verwijten, is wel van 4 tot 2 zetels teruggevallen. Ja, oké, maar ik denk dat het in het perspectief van de crisis waarin D66 zit, dat je zou kunnen zeggen, het is nog knap dat ze de 2 hebben behouden. Dus het is maar hoe je ernaar kijkt. En ik weet natuurlijk niet wat het effect is geweest van haar. Ik denk wel, denk ik dat ze niet ontzettend veel mensen aanspreekt. Maar als jij nu vraagt van wie valt je nou op als die beter en in alle debatten die er geweest zijn, dan vind ik dat te midden van de toch wat grijzere kandidaten die er zijn geweest, dat voor het wat algemenere publiek Louis van der Laan wel iemand is die opvalt. Ja, maar was ze niet te ambitieus? Ik heb een paar maal bij in een gang gestaan. Nou, als een journalist bij langskwam, dan stond ze alweer vooraan. Ze was wel erg... maar is die slimheid niet ietsje te... Lag het er niet te dik bovenop? Ja, we kunnen ook even kijken naar de tweede persoon die ik zou willen noemen. Ja. En dat is de heer Luc Sala, u wellicht bekend. Die natuurlijk... Hoe heeft hij het gedaan? Ja, die heeft natuurlijk ook slim gebruik gemaakt van zijn totale underdog-positie. Om zoveel mogelijk media-aandacht te genereren. Dus ik zou wel eens in die gang hebben willen staan waar Louise van der Laan stond. Louis van der Laan stond en de heer Luc Sala. En kijken wie dan meer op de media gericht was. Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb wel begrepen dat je bijvoorbeeld mijn befaamde karretje... waar ik dan mee rondreed, dat zou leiden tot telefoontjes van bijvoorbeeld SBS6 of de KRO. Die zei, meneer Sala, u rijdt met zo'n raar karretje door de stad. Mogen we dat komen filmen? Ik begrijp dat in mediatermen leidt tot aandacht. Ja, nou, dat lijkt mij dus ook. En volgens mij heb je daar ook niet over te klagen gehad. Ik ben zeer tevreden. Ik refereer ook maar even aan het toch wel mooie interview wat je hebt gehad in Trouw. Ja. En er zijn toch wel veel achtergrondverhalen verschenen over jou als persoon. En je motivatie om iets te proberen in het Europees Parlement. Dat je daarbij tegelijkertijd natuurlijk ook veel kritische opmerkingen hebt moeten oogsten. Van of het nou, je zegt er net zelf ook in je inleiding, ik wil 24.000 stemmen hebben in Amsterdam. Want dat is de grens van het referendum. Want je voelt je ten diepste gefrustreerd over het feit dat Amsterdam je referendumaanvraag niet rond de kaart. Waar ik me zo over gefrustreerd voel is dat 4 jaar geleden zei ik, wij verkopen geen kabelnet, wij verkopen omroep en mediamacht. Deze week werd duidelijk dat A2000... Ik ben het helemaal met jou eens. We hebben misschien niet zij aan zij gestreden, maar ik heb toen werkte ik nog net bij de gemeente Amsterdam. En toen heb ik ook met de personen die daar op dat moment over gingen, over de verkoop van A2 daar, of van het kabelnetwerk, wat het serviesgoed, het tafelzilver was van de gemeente Amsterdam, dat werd verkocht. He, zeg maar, nieuwe infrastructuur. Die werd verkocht om ten einde oude infrastructuur, namelijk een tramrail naar Eiburg, aan te kunnen leggen. Heb ik gezegd, van dat vind ik buitengewoon kortzichtig denken. En dat ik er ontzettend voor was om daar een referendum over te houden. Hoe complex de materie was. Dus maar daar komen we de komende weken wel op terug. Nou, eventjes nog. Iemand die mij opviel was Katelijne Buitenweg van GroenLinks. Buitenweg. Buitenweg, Katelijne van GroenLinks. Ik heb in een aantal debatten gezien hoe ze is opgetreden. Heel goed. Ja. Kop en schouders boven Joost Laagdijk. Ook boven Joost Laagdijk. Hoewel die wel heel erg
Wat ik goed vond van Joost Lagendijk is dat hij in zijn media optredens, hij is altijd buitengewoon helder. En hij praat ook redelijk inzichtelijk. Het is iemand die... Hij praat ook niet voor zijn beurt eigenlijk. Nee, hij is ook hoe zeg je dat, iets wat bescheiden. En misschien te bescheiden, maar aan de andere kant heeft hij wel een heldere boodschap. En die heeft hij ook helder overgebracht. Dat vind ik, ik vond dat hij een duidelijk verhaal had. Katelijn is natuurlijk is leuker om te zien alleen al. Dus ik heb ook naast haar gezeten gezien hoe ze reageren op allerlei dingen. En de redelijkheid binnen een... Iemand vroeg, wat is tegenwoordig links? En toen zei iemand, GroenLinks, dat is goed links. En dat vond ik een aardige kreet. Ik dacht, dat ze dat wel belichaamde. Mensen die me tegenvallen vielen waren eigenlijk mensen van de VVD. Qua debating en qua voorkomen. Ja, maar ik denk sowieso dat de VVD een probleem heeft met betrekking tot het debat. En dus als jij zegt van ze hebben een probleem met debating. Ik bedoel, dat is echt uit alle macht proberen de gelederen gesloten te houden. Het is ook een soort, wat ik bij de PvdA trouwens ook wel aantref, toch iets wat van de arrogantie van de macht. Hè? Ze zitten toch goed, risico's vermijden, voorzichtig opereren, niet je nek uitsteken, want dan kan die alleen maar afgehakt worden. Ja, is ook een strategie. Ik bedoel, en ook redelijk effectief. Zoals het er nu naar uitziet is de VVD gelijk gebleven. PvdA heeft, eentje verloren. Dat valt nog weer mee in vergelijking met de Provinciale Statenverkiezingen, want dan zouden ze er eigenlijk 2 of 3 moeten verliezen. Weet je wel, dus het wordt allemaal in perspectief gezet en dat is allemaal even voorzichtig. 30% opkomst, vind ik overigens het belangrijkste signaal. En dan enorme winst voor SP en GroenLinks. Dus de mensen die, hè, weinig mensen zijn gaan stemmen. Dat vind ik een signaal wat duidelijk is afgegeven. Vind ik onvrede met het functioneren van het Europese parlement. Dat zijn ook tegenstemmen eigenlijk dus. Dat zijn ook tegenstemmen. En dan vervolgens ook nog eens een keer de tegenpartijen of de kritische partijen. Die dan ook nog zo'n winst hebben geboekt. Helaas hoor jij daar net niet bij, Luc, maar we moeten het nog even afwachten. We moeten nog even afwachten. Het zijn uitslagen van 30 nummertjes. En het geeft mij een leuke positie om over allerlei dingen te praten. Wat dat betreft dus, Nisco, misschien zien we aan het eind van de avond nog even. We gaan iemand zoeken uit... Mag ik nog één ding zeggen? Ja? Wil ik één vraag aan jou stellen. Wat ik zo ontzettend jammer vind, is dat het bij de Europese verkiezingen niet mogelijk is om ook op niet-Nederlandse kandidaten te stemmen. Er was gisteren even een reportage over Daniel Cohn-Bendit. En ik kan me voorstellen dat er in verschillende landen personen zijn die een sterke profilering hebben. En waar ik me als kiezer veel meer zou identificeren als zeg maar moderne Europeanen dan de landelijke kandidaten die er nu zijn. Daar heb ik ook nog wat. Ik werd vanavond gebeld door een Engelse meneer. En die zei, het is veel moeilijker gemaakt om als in Nederland woonachtig Engelsman te stemmen hier voor Nederlandse kandidaten. Vroeger kreeg je gewoon de spullen toegestuurd. Nu moet je eerst naar het gemeentehuis. Moet je bewijzen dat je hier woont. Allerlei papieren ophalen. Dat kost je een dag. Hij zei, ze praten over een groot Europa. Maar het is in feite moeilijker geworden om als Engelsman in Nederland te stemmen. Hoewel ik hier wel woon. Maar je hebt nog geen antwoord gegeven op mijn vraag of jij dat ook een goed idee zou vinden. Om op internationale lijst. Ik heb een van de dingen is dat de profilering qua achtergrond, qua politieke achtergrond. Het is allemaal wel erg provinciaal, vind je niet? We stemmen in Nederland op Nederlandse mensen. Het levert ook het hele rare beeld op dat Louise van der Laan, om haar maar even te noemen, in debat ging met Wiebenga. Terwijl ze in dezelfde fractie zitten. Ja, ze zitten in Europa in dezelfde fractie. Dus als zij zich afzet tegen Wiebenga, want D66 wint dan... Motie Lagendijk was wel of niet, ja. En stel ze zou een zetel winnen, dan komt hij nog in diezelfde liberale fractie in het Europees parlement terecht. Ik bedoel, ja, sorry hoor, dan zo heb ik gaat dat begrepen. Ja. Nisco, we komen er nog op terug. Okay, dankjewel. Dank. Dit was Nisco Dubbelboer, bekend Amsterdam debatingleider, zou ik maar zeggen. Nou, dankjewel jongen, dankjewel. Dankjewel. Als u een schoolklas had gehad en u zou van GroenLinks een puzzel hebben moeten maken, dan is Lagendijk en Buitenweg, zou dat bijna een Nederlandse puzzel zijn. Wat was de naam van de derde kandidaat? Alexander de Roo. Nee, dat is weer niet het ding. Maar die twee Nederlandse termen. Katelijne Buitenweg dus. Je zit erin. Ik denk het wel. Had je ook wel verwacht. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben misschien anders dan waar deze menigte denkt. Ik ben nog een beetje afwachtend, misschien qua karakter toch nog tot zondag. Misschien ook juist uit respect voor de kiezer, omdat ik vind dat toch de kiezer uiteindelijk het moet zeggen. Dus de prognoses zijn geweldig voor GroenLinks, maar ik wacht er toch nog liever af tot zondag. Dat zat er natuurlijk wel in, hè, dat er aan de linkerkant wat verschuivingen zouden komen. Maar de grote verschuiving is natuurlijk toch dat vorige keer nog bijna 36% nu min als 30% hebben gestemd. Ja.
dat is dramatisch laag, ook in Europees verband. Ja, het is heel erg slecht. Ik vond het zelf ook heel erg teleurstellend. Ik denk dat we er niet genoeg in zijn geslaagd om duidelijk te maken wat de verschillen zijn tussen de partijen. Dat er ook echt wat te kiezen valt. Dat het ergens over gaat. En ik denk ook dat de belevenissen de afgelopen weken in Den Haag ook niet echt hebben bijgedragen aan de geloofwaardigheid van de politiek. Het is heel teleurstellend. Ik heb het gevoel dat al die mensen die niet gegaan zijn, er zijn eigenlijk tegenstemmers die zeggen ik geloof niet meer in dit systeem. Wat kunnen we daar nou aan doen? Niet alleen in Europa, maar ook in Nederland. Nou ja, GroenLinks pleit ook voor referenda. Heeft ook voor het verdrag van Maastricht en het verdrag van Amsterdam gepleit toen voor raadplegende referenda. Dat was toen het enige mechanisme wat mogelijk was. D66 was trouwens toen nog tegen raadplegende referenda. Is inmiddels blijkbaar om. Maar ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik denk dat het belangrijk is dat er een Europese wet op het openbaar bestuur komt. Dat klinkt een beetje technisch, maar het gaat erom dat mensen... De openbaarheid van het bestuur eigenlijk. Ja, het gaat erom dat mensen gewoon toegang moeten krijgen tot documenten. Dat mensen moeten weten wat de Raad van Ministers besluit. Dat er daardoor ook een soort debat ontstaat, omdat de media zich erin mengen. Dat organisaties er ook in mengen. Dus ik hoop eigenlijk... Ik vond het erg gênant van de week dat Blair en Kok zaten te praten. U moet gaan stemmen. Vanmorgen nog, u moet gaan stemmen. Het is belangrijk. Maar ze hadden wel even in de achterkamer geregeld in de Raad van Ministers dat er een Europees leger kwam. En dat kwam niet aan de orde. Ik vond dat gênant eigenlijk. Nou, ik vind inderdaad ook dat dat buitenlandse veiligheidsbeleid, dat moet ook gewoon onderworpen worden, zeg maar, aan de goedkeuring van een Europees parlement. Het is inderdaad raar dat daar zomaar over besloten wordt door 15 ministers feitelijk. En dat er niet gewoon een normale parlementaire controle op Europees niveau aan te pas komt. Ja. Ga jij nou de Tweede Kamerfractie van GroenLinks vragen om daar wat aan te doen? Hè? Want die beslissing van Kok moet nog voorgelegd worden aan de Tweede Kamer in Nederland. Gaat GroenLinks daar dan wat aan doen, denk je? Het besluit zelf moet überhaupt ook nog op zijn merites worden beoordeeld. Maar we hebben ons steeds wel kritisch opgesteld, ook bijvoorbeeld bij die top van Berlijn, over de inzet ook van Nederland in zulke soort toppen. Die inzet van Nederland is vaak ook heel erg geredeneerd, uitsluitend van nationaal belang, getuigt weinig van Europees belang, terwijl ze juist inderdaad bij zulke soort gesprekken tussen Blair en Kok doen alsof er een grote internationale solidariteit is. Maar als puntje bij paaltje komt, gaat het Nederland toch om die 1,3 miljard terug. Er zijn inderdaad wat discrepanties. En ik denk het is een beetje handjeklap geworden in de politiek de laatste tijd, vind je niet? Deze minister is niet weg. Dit rapportje, we dekken het toe. Hij wel weg, hij niet. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zeggen, we gaan niet stemmen. Ik stond vanmorgen bij een stemlokaal. Ik zag vooral veel ouderen hebben gestemd. In Amsterdam zijn bijna alle stemlokalen zijn bejaardentehuizen. Die mensen gaan dan wel stemmen. En stemmen heel traditioneel CDA of PvdA in Amsterdam. Dat blijft natuurlijk weinig een stem van de massa. Ja, ik hoorde het zelf in mijn eigen vriendenkring ook. Mensen die zeiden van, ja, na al dat gedoe in Den Haag weet ik het allemaal niet meer. Ja, voor mensen is dat toch gewoon de politiek. En de politiek heeft bijvoorbeeld eerst een kabinet laten vallen. Toen het weer gelijmd met iets waar de partij zelf eerst weer aanvankelijk tegen was. Het is inderdaad een beetje... Klap. En nu toch terug naar twee zetels voor D66. Als het allemaal uitkomt. Ja. Nou ga jij naar Brussel toe. We hebben het daar gisteren even op het Jonge Socialisten debat over gehad. Dan krijg je 30 seconden om je medespeech te houden of zoiets. En dan moet je dus iets zeggen. Je had het toen over een specifiek punt wat je wil aanroepen. Wat is dat? Ik had toen over twee punten. Het ene is een Europese wet, had ik al gezegd, voor de inderdaad van de openbaarheid van bestuur. En het tweede is een Europees vluchtelingenfonds. Omdat ik vind dat die financiële verantwoordelijkheid voor asielzoekers gespreid moet worden tussen lidstaten. Zodat er een einde komt aan die neerwaartse spiraal van het afschuiven van de verantwoordelijkheid tussen lidstaten. Dus om daar een einde aan te maken, vind ik dat er een fonds moet zijn waar lidstaten die veel asielzoekers opnemen, daar ook geld uit kunnen krijgen. Goed, dus geld. Nou zat ik gistermiddag ergens weer te campagne voeren, leuk met mensen praten. En een meneer die zei van, ik ga helemaal niet stemmen. Ik zeg, ja, maar hij zegt, interesseert me niks. Maar heeft u dan niks? Ja, zei hij, ze zouden alle bejaarden uit Nederland moeten laten overwinteren in Joegoslavië. Hij zei, ik ben daar geweest, in Kosovo. Hij zegt, prachtig land, kan je mooi overwinteren. Als ze nou al die bejaarden in Nederland een beetje geld geven om naar Kosovo te gaan. Hij zegt, want als er toeristen zijn, dan wordt er niet geschoten. En ik vond het eigenlijk een verbluffend simpele gedachte. Dat je geen soldaten moet sturen, maar bejaarden of toeristen of het anders moet aanpakken. Nou ja, het is inderdaad waar dat je in eerste instantie iets anders moet aanpakken. Gelijk militairen sturen is ook niet mijn idee. We hebben er ook al heel in een vroeg stadium voor gepleit dat er gewoon waarnemers heen gaan. Dat er gewoon mensen heen gaan om de situatie te zien, om daar te zijn. Om te voorkomen dat het escaleert.
En ik denk dat er nu nog een aantal gebieden zijn. Ik denk ook in Albanië en Macedonië. Daar loopt het nu allemaal niet uit de hand. Maar ik kan me voorstellen dat je daar gewoon ook mensen allemaal moet hebben. Juist ook om waar te nemen en te voorkomen dat iets uit de hand loopt. Het is natuurlijk wel een erg laat middel. Je bent dan gewoon te laat op het moment dat je militairen moet sturen. Ja. Maar nu moet er dus maatregelen genomen worden. Je zou kunnen zeggen, de Nederlandse regering doet zijn moedige daad en bedenkt een of andere belastingfaciliteit, zodat toerisme en handel met die landen gewoon een extra stimulans krijgt. Nou ja, het is... Ik weet niet of ze in Kosovo appeltjes plukken, maar ik kan me voorstellen dat er een eet Kosovaarse appeltjesactie zou komen. Ja, nou, het heel praktisch brengen. Mensen, je wilt het land helpen. We gaan er nu weer militairen naartoe sturen. 50.000 man. Wat gaan die er doen? Ook niet zoveel. Maar er komt ook een pact. Juist om Kosovo ook economisch op te bouwen. Want dat is natuurlijk nu ook vooral nodig. Werd al een beetje vergeleken met een Marshallpact. Maar ik denk inderdaad dat er gewoon economisch het land opgebouwd moet worden. Daar moet dus ook geld naartoe. Wat nu een beetje vergeten wordt, want nu lijkt men wel heel erg bereid om Kosovo op te bouwen. Maar men vergeet dat er een uitbreiding aankomt, dat er nog 10 andere landen zijn, Oost- en Midden-Europa. Ja, en dat daar ook in geïnvesteerd moet worden. Want zoals net al zeiden, voorkomen is beter dan genezen. Weet je, ik ben daar niet zo voor die uitbreiding. Ik heb in mijn politiek verhaal gezegd, want ik zou het leuker vinden als we een nieuwe Oost-Europese Unie zouden steunen. En die wel alle handelsvoordelen geven en echt dat geld ook wel geven. Maar laten ze hun eigen cultuur maar eens met elkaar regelen en hun zaken. Want dat is nu in deze verkiezingen de tegenstemmers. Ja, de SP heeft nou dus twee zetels. Maar de tegenstemmers zijn met hun 70% niet aan bod gekomen. Nee, dat klopt. Bijvoorbeeld die uitbreiding dan. Nee, dat klopt inderdaad wel. Maar wat je zegt van wel de alle handelsvoordelen geven, dan heb je het bijvoorbeeld over een vrije markt. Nou, op een gegeven moment willen ze ook bijvoorbeeld een munt. Mij gaat het er juist om dat in de huidige Europese Unie, daar is een vrije markt, daar is één munt. Maar dat heeft ook juist gevolgen voor het sociaal beleid en het milieubeleid. Want ik ben ervan overtuigd dat... Maar dat is toch allemaal niet zo goed? Want die vrije markt heeft wel geleid dat die dioxine die in die kippetjes in België nu binnen een mum van tijd door heel Europa is verspreid. Nee, maar mijn punt is dus inderdaad juist dat het voor mij onmogelijk is, als progressief mens, om wel hiervoor te zijn en dan niet ook nog voor aanvullende maatregelen op sociaal en milieubeleid. En aangezien al die maatregelen voor mij ook weer democratisch gecontroleerd moeten zijn, ja, dan zit je dus dat die landen gewoon onderdeel uitmaken van het systeem. Ik vind bovendien dat we die belofte hebben gedaan aan die landen, dat er geen goede reden is om daar nee tegen te zeggen. Dus ik denk dat we daar gewoon van mening over verschillen. Ja, ik vind dat ze zouden moeten helpen om zelf hun zaken op orde te stellen, want ik vind het verwateren. Maar goed, wie ben ik met voorlopig nooit meer dan 1,5 van de stemmen. Katelijn, we komen vast nog wel een keer terug, want ik denk dat het leuk is als je daar eenmaal zit, dat we ook nog eens geregeld op de televisie komen vertellen wat daar in die prachtige grote gebouwen. Ik heb gehoord dat ze voor €2 kun je daar kreeft eten voor lunch. Ik wil dat wel eens komen kijken. Ik ben vegetarisch, ik heb nooit gegeten zelf, het spijt me. Maar het zou het erg leuk vinden om af en toe langs te komen bij je. Oké, dankjewel. Oké. Ja, dan zijn we weer. De uitslagen zijn weer wat nader bekend, maar helemaal precies is het nog niet. De heer Blokland van de SGP, de RGP-combinatie, de ChristenCombinatie. Erik Meijer van de SP, 2 zetels gewonnen. U bent gelijk gebleven. Ik begin even met u. Ietsje gewonnen. Stabiliteit, maar dat is ook wel een beetje het kenmerk van uw politiek, hè? Ja, bij ons is het al zo dat wij een hele trouwe kiezersaanhang hebben. En 3 op de 4 kiezers is de vorige keer komen stemmen. En het is dan heel moeilijk om dat percentage nog omhoog te brengen. Dat is nu ook weer gebleken, ook na alle negatieve publiciteit rond het Europees Parlement. Kostte dus extra moeite om die kiezers vast te houden. Dat is ons gelukt. We hebben een stabiele kiezersaanhang. We hebben ze, zij het meer moeite gekost heeft dan de vorige keer, zijn we er toch weer in geslaagd om ze naar de stembus te krijgen. Je ziet toch in alle verkiezingen dat het christelijk volksdeel, waarvan iedereen verwacht dat zou minder worden, eigenlijk de afgelopen 10 jaar zie ik dat toch stabiel, eigenlijk nog wat groeien. Maar dat komt dus vooral doordat wij erin slagen om onze kiezers ook te motiveren om echt te gaan stemmen. En dat is bij andere partijen wel eens wat minder. Bij ons komt 3 op de 4 stemmen. 30% in Nederland komt maar stemmen. Dus ja, wij hebben natuurlijk eigenlijk 2,5 keer zoveel mensen die komen stemmen. Ja. Ik stond in een blad, Trouw, heeft u misschien gelezen, het interview met mij? Nee, heb ik niet gelezen. En daar kreeg ik zoveel reacties op. Ik dacht, de mensen die Trouw lezen, lezen het ook Trouw. Dat is waar. Ik heb ook wel veel reacties gekregen op artikelen die ik geschreven heb in de Volkskrant, in het Nederlands Dagblad, in het Reformatorisch Dagblad. En je merkt dan toch dat de mensen vaak
nog maar weinig weten over Europa. En zeker in verkiezingstijd toch nog graag het een en ander willen horen. Wat je hebt gedaan, wat je ook hebt gedaan om je christelijk programma naar voren te brengen. Wat daarvan gerealiseerd is en wat je van plan bent voor de komende 5 jaar. Nou, wij denken dat we dat toch redelijk helder voor het voetlicht hebben kunnen krijgen. Dat bewijst de uitslag, maar nou, in de komende 4 jaar, hoe gaat u zorgen dat Europa een beetje beter over het voetlicht komt? Niet alleen naar uw kiezers, maar naar alle mensen in Nederland. Nou ja, onder die 70% zit er misschien ook nog wat. Het probleem van de te hoge onkostenvergoedingen, dat speelde al 15 jaar geleden toen de heer Van der Waal voor het eerst voor onze combinatie in het Europees Parlement kwam. Toen verbaasde hij zich dat hij voor een dubbele aan reiskostenvergoeding kreeg dan wat hij nodig had om auto te rijden. En dat als hij een vliegticket nam, dat hij daar ook aan overhield. Nou, vanaf het begin heeft hij geprobeerd om daar verandering in aan te brengen. En dat was voortdurend tegen dovemansoren gesproken. Pas in december van dit jaar was er voor het eerst een meerderheid om daar toch in ieder geval de ergste uitwassen wat bij te slijpen. Nou, ik denk dat dat toch bij de kiezer is blijven hangen in Nederland. Dat die Europarlementariërs wel erg goed voor zichzelf hebben gezorgd de afgelopen jaren. Maar laten we, ik neem aan, meneer Blokker, dat uw partij wat de ethiek betreft helemaal oké is. Wat ik van u graag wil horen is bijvoorbeeld de ethiek die nu speelt in Europa. Er moet weer vrede komen, of er is een soort vrede. We moeten daar wat aan doen. Dat is dat geloof waar u over praat en waar ik ook voor een deel wel achter staan, namelijk dat de dingen moeten zijn. Maar dat moet nu in de praktijk gebracht worden. Menslievendheid, medemenselijkheid moet in de praktijk gebracht worden om Joegoslavië, maar ook heel Oost-Europa, wat ook niet echt florissant erbij staat, vooruit te helpen. Om die christelijke naastenliefde in de praktijk te brengen. Gaat u daar iets aan doen? Nou ja, er zijn natuurlijk plannen om Kosovo weer op te bouwen. Dat zal een grote inspanning vergen. En daar zijn we echt van plan om dat te doen. En daar is eigenlijk niemand op tegen. Dat wordt breed gedragen. En de toetreding van de Midden- en Oost-Europese landen, ja, daar wordt wel eens wat verschillend over gedacht. Met name in Zuid-Europa ziet men dat toch als een concurrentie voor allerlei fondsen die men nu krijgt. En ik denk toch dat die Midden- en Oost-Europese... Ze zijn dan niet meer de armste van Europa. Ze zijn niet meer de armste. En dat geldt natuurlijk zeker voor Italië, maar ook Spanje draait tegenwoordig heel aardig. Midden- en Oost-Europa heeft het dus echt nodig dat daar behoorlijk aan getrokken wordt om die erbij te halen. Het zijn mensen die vinden dat ze bij Europa horen. Ze zijn ook van plan om een flink aantal stappen te nemen in de wetgeving, om de toetreding ook mogelijk te maken. Nou, dan moeten wij ook proberen ze daarbij voldoende goed te helpen om dat snel voor elkaar te krijgen. En met name bijvoorbeeld voor het milieubeleid is dat ook ons belang. Zitten we toch bij meneer Meijer, want milieubeleid is niet, ik geloof dat u daar goed voor zorgt. Dan moet ik een klein verhaaltje vertellen. Ik was van de week, zat ik op een feest met Amerikaanse Indianen. En daar was de discussie, wat is nou het fundamentele onderscheid tussen wat de Amerikaanse Indianen geloven en wat een christelijk mens gelooft. Wat die doet. Nou, een basiswet voor het christendom is, heb uw laatste lief gelijk uzelf, doe niet aan een ander wat u zelf niet gedaan wordt. Maar hoe denkt nou de Indiaan? Indiaan denkt bijna hetzelfde, maar ietsje anders. Doe niet aan de wereld wat je niet aan jezelf gedaan wil hebben. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor de christen. Dat hij de schepping van God als rentmeester heeft ontvangen. En dat hij dus daar dat niet als zijn eigendom mag beschouwen. En dat hij daar dus buitengewoon zorgvuldig mee moet omgaan. Maar dat wisten ze dus ook in Amerika al heel lang geleden. Maar het is natuurlijk wel zo dat in de loop van de eeuwen, ook ondanks die opvatting bij de Indianen, er toch erg veel natuur verloren gegaan is door de wijze waarop ze daarmee omsprongen. Ook dat gebeurt. Goed, meneer Meijer, gefeliciteerd. 2 zetels winst voor de SP. Tegenstemmen werkt of... Dat blijkt te werken. Onze vrees was dat de mensen die tevreden waren over dit Europa, die een belang hebben te verdedigen bij de, zoals het nu gaat, dat die wel zouden opkomen. En dat daarentegen de mensen die kritiek hebben, die zeggen het gaat allemaal mis in Europa, dat die thuis zouden blijven. Ook een beetje in de gedachte van daarmee straf je de zakkenvullers. Ik denk, we hebben in onze campagne vooral er aandacht op gevestigd van je straft ze er niet mee, je beloont ze ermee. Dat betekent dat er geen tegenspraak komt in het Europese parlement tegen de dingen die er misgaan. Nou, veel kiezers hebben gelukkig die boodschap begrepen. En naast de veel mensen die helaas thuisgebleven zijn, zijn er gelukkig ook veel mensen geweest die bereid waren om op de SP te stemmen en daarmee een tegengeluid in het Europese parlement te brengen. Maar stel nou eens dat er 100% mensen gekomen zouden zijn. Denkt u dat de SP dan veel groter geweest zou zijn? Bij 100% denk ik dat we zeker groter zijn geweest. Het is gebleken, laat ik zeggen, in landen waar de opkomstplicht bestaat,
dat mensen kritischer stemmen en dus op kritische partijen stemmen dan in landen waar die opkomstplicht niet bestaat en mensen dus het alternatief hebben tussen een kritische partij of thuisblijven. En ik denk dus dat in Nederland een deel van ons potentieel thuisblijft, omdat die mogelijkheid nou eenmaal gemakkelijker is. Daarom roepen wij ook steeds, thuisblijven helpt niet, stem tegen. Stem tegen. Wat me nou een beetje opvalt is, als ik meneer Blokland hier links, rechts misschien voor de kijker, rechts in gedacht. En u hoort dan hoor ik in die zorg voor de wereld bijvoorbeeld, dat de extreme partijen, extreem links en rechts, eigenlijk daar toch een heleboel in delen. Nou, dat klopt inderdaad. Ik weet ook niet of wij extreme partijen zijn tegenover elkaar. Maar ik constateer, ik heb met meneer... Je sluit de cirkel zich een beetje. Ik heb met meneer Blokland tezamen 13 jaar in de Provinciale Staten van Zuid-Holland gezeten. En we weten van elkaar dat we in een aantal opzichten het met elkaar eens zijn. Zeker waar het de zorg om de medemens en om het milieu, om je leefomgeving gaat. Denk ik dat er best punten van overeenstemming zijn. Soms veel punten waarop je het met elkaar eens bent. Vanuit een heel verschillende levensvisie, maar desondanks. Dat is waar. In de campagne heeft u, niet alleen u, maar ook allerlei mensen uit die partij weer de kans gekregen om op te treden. Ik zat van de week in een debat van de jonge socialisten, maar allerlei nieuwe mensen. Heeft u nieuwe talenten gezien in uw eigen partij of andere partijen? Dus zegt van nou, dat valt mij hartstikke mee. Daar gaan we iets leuks van verwachten. Nou, ik heb natuurlijk vooral het zicht op wat er aan talenten binnen mijn eigen partij bestaat. Een aantal nieuwe mensen die uit andere partijen naar voren komen. Ja, daar heb ik nu recent kennis mee gemaakt. En ik denk dat er, laat ik zeggen, een aantal jongere kandidaten ook door de gevestigde grote partijen daar worden neergezet. Ook met de gedachte dat ze daarmee een positiever beeld zullen oproepen. Of de nieuwkomers dat waarmaken, dat weet ik niet. Maar dat zou moeten blijken. Ik denk dat zij toch vallen onder de discipline van de partijen die in hoge mate verantwoordelijk zijn voor wat er aan ongelijkheid is toegenomen in Europa de afgelopen jaren. Waarbij de beslissingen steeds verder van de mensen af zijn gehaald. En alleen enkele machtige lobby's. Ah, meneer Meijer, maar luister, u zit daar 5 jaar. Dus laten we nou een beetje vertrouwen hebben in de ploeg die naar naartoe gaat. Die toch ook Nederland vertegenwoordigt. En of ze nou links of rechts zijn, maar dat ze in ieder geval het beste voor hebben, of niet? Iedereen heeft het beste voor de achterban die je vertegenwoordigt. En die wensen van die achterbannen, die lopen uiteen. Politiek is een kwestie van het organiseren van de meningsverschillen die er in de maatschappij bestaan. En wij zullen dus ons deel in dat meningsverschil verwoorden. Zoals anderen, een VVD, een heel andere belang, een heel andere groep mensen zal vertegenwoordigen. Maar het is toch zo dat u als Nederlanders samen ook een beetje samen moet werken, omdat er verschillende specialismes zijn. Ja, maar die zijn dus vooral in de fracties. Ik denk dat ik meer gemeen heb met gelijkgezinde Fransen, Grieken, Italianen, Portugezen, Zweden of Finnen dan met Nederlanders die een omgekeerd standpunt vertegenwoordigen, zoals met name meest duidelijk de VVD dat doet. Okay, dus nou, wat dat betreft, ik ga toch even nog onder elkaar. Ik ga even meneer Blokland vragen, heeft u nou nog nieuw talent in uw eigen partij of daarbuiten gezien dat u zegt van nou, dat is een aanwinst voor de politiek in het algemeen? Nou, er zijn natuurlijk een aantal mensen die inderdaad voor ons zijn opgetreden. Alleen meestal was ik daar niet bij, omdat... Nee, maar van uw collega's, zal ik maar zeggen. Nieuwe collega's. Over het algemeen is het zo dat ik ben opgetreden samen met mijn collega's van de SGP en de RPF. En we gezamenlijk onze eigen aanhang... Heb u ook in Amsterdam, ik heb u in Amsterdam gezien over een, wat was het, allochtone, over een democratiedebat. En dan zat u toch met 6 partijen aan tafel. Ja, maar daar zaten geen nieuwe talenten bij. Dat waren mensen die ik al kende van vroeger. Dus wat dat betreft zegt u, is dat niet nodig dat de Nederlandse politiek eens een beetje nieuwe gezichten krijgt? Wat je kunt zeggen, bij GroenLinks zijn Catalijne Buitenweg en Alexander de Roo. Alexander de Roo was geen nieuw talent voor mij, want die ken ik al heel lang. Die is namelijk, die werkt bij de fractie van GroenLinks in de Milieucommissie. En wij hebben de afgelopen 5 jaar prima samengewerkt. Net wat zojuist door Erik Meijer werd gezegd. Van ja, we hebben natuurlijk toch op een aantal punten overeenstemming. Waarbij we zeggen van ja, als we opkomen voor het milieu, kunnen we inderdaad ook heel goed samenwerken met GroenLinks. En dat is gebleken. Ik denk dus dat er wat dat betreft niet zoveel sprake is van nieuwe talenten. Het zijn mensen die zich vaak al bewezen hebben. Maar Catalijne Buitenweg kende ik niet. En dat lijkt mij inderdaad een aanwinst voor het Europese parlement. Want er moet natuurlijk toch een ploeg 5 jaar het veld in die daar wat gaat presteren. Ik hoop dat niet alleen de Nederlandse belangen. Ik zou zo graag willen dat als men dan over die Europese belangen praat. En daar heb ik misschien andere gedachten over. Maar dat door de hele Nederlandse club gedragen wordt. Ja, ik denk dat iedereen wel roept van opkomen voor een beter Europa en opkomen voor belangen in Nederland. Maar de visies daarop, die lopen natuurlijk sterk uiteen. En wat dat betreft streef ik dus niet naar overeenstemming met alles en iedereen. Ik denk dat ik vaker meneer Blokland met de SGP-GPV-RPF-combinatie en GroenLinks zal tegenkomen als gelijkgezinde in bepaalde kwesties dan bijvoorbeeld het VVD of het CDA.
En dat meningsverschil blijft er. Dat loopt overigens door heel Europa heen. Overal zijn die tegenstellingen tussen waarheen moet het in Europa. Meer ruimte voor de vrije markt, meer ruimte voor het grote bedrijfsleven. Meer kans op risico's voor grotere inkomensverschillen. Minder zorg voor het milieu. Of wil je juist ervoor zorgen dat er meer verantwoordelijkheid voor je medemensen is. En een beter milieubeleid. Als ik dat even probeer te zeggen, toch een beetje kleinschalig denken? Ik denk zeker kleinschalig denken. Beslissingen dicht bij huis hebben vaak een grotere betrokkenheid van de mensen en meer kwaliteit dan allerlei beslissingen die ver over de hoofden van de mensen heen ver weg worden genomen. En ik ben dus van mening dat Europa zich vooral niet met alles en iedereen moet proberen te bemoeien. Maar dat het heel waardevol is ook wat er in de gemeenteraad of de provinciale staat of de Tweede Kamer kan gebeuren. En we zien ook de praktijk dat Europa allerlei subsidies uitdeelt naar lagere overheden die dan in Brussel staan te bedelen om geld naar zich toe te halen. En dan moeten dansen naar de pijpen van Europese ambtenaren. Ja, is dat nou Europees? Ten koste van ze in Amsterdam ook. In de stadsdeel. Overal gebeuren er dingen die misgaan. Maar ik maak toevallig zelf deel uit van een stadsdeelraad in een van de delen van Rotterdam. En we constateren daar dat er Europees geld binnenkomt op voorwaarden die eigenlijk niet aanvaardbaar zijn voor een democratische besluitvorming en voor een goede betrokkenheid van de mensen en de inspraak ervan. Dus ik denk dat het heel verstandig is om die gelden vanuit Europa weer naar het lagere niveau toe te halen en daar de echte beslissingen te laten nemen. En daar zal ik ook voor opkomen. Oké, meneer Meijer, laatste woord. Want het eerste gedeelte van wat meneer Meijer net zei, daar kunt u zich volgens mij ook wel in vinden. Kleinschaligheid. Precies, je moet absoluut niet meer doen in Europa dan daar strikt moet gebeuren. Je moet zoveel mogelijk bij de nationale staten houden, bij provincies en gemeenten, dicht bij de burger. Maar er zijn natuurlijk een aantal grensoverschrijdende taken die we niet meer aan kunnen pakken. Nou ja, dat zou Europees moeten gebeuren. De schaal op de mate waarbij die hoort. Maar wat natuurlijk wel juist is, dat we in Europa te maken hebben met politieke fracties waar binnen de meningsverschillen soms veel groter zijn dan binnen de Nederlandse delegatie van de 31 parlementariërs. Het is heel vaak veel moeilijker voor onze PvdA'ers om hun mede-socialisten te overtuigen dan om de andere Nederlanders te overtuigen. En dat zal Erik Meijer ook merken in die linkse fractie. Dat het buitengewoon moeilijk is om met bijvoorbeeld de Fransen door één deur te gaan. Evengoed als dat heel moeilijk is voor anderen om met de Fransen uit hun fractie door één deur te gaan. Soms hebben ze opvattingen waar wij zo vreemd tegenaan staan te kijken. Dat is dan typisch Frans. Oké, nou we gaan het zien de komende jaren. We hopen u nog eens een keer terug te zien, want de boodschap naar de mensen moet. Dank u wel, heren. Ja, en dan iemand van het CDA. De mensen die een zetel hebben zijn voor het grootste gedeelte weg. U bent Theo Stroeken, u bent Kamerlid. Ik wou even terugkijken op deze Europese verkiezingen. U heeft dat dan een beetje van afstand gezien. Vond u het geanimeerd? Had het beter gekund? Hoe hebben we het gedaan met z'n allen? Nou, natuurlijk slecht. Het belangrijkste is dat je een opkomst van 30% hebt. En dat is natuurlijk heel slecht. Daar moet je mee beginnen als eerste constatering. En dan volgt een lange pauze. Tuurlijk, maar wat natuurlijk heel interessant is, is wie zijn dan die 30%? Ik heb vanmorgen in Amsterdam allerlei bejaardentehuizen waar dan allemaal die stembureaus zitten. En die oude mensen hebben allemaal heel braaf gestemd. Als dat zou betekenen dat de jonge mensen helemaal geen vertrouwen meer hebben in de politiek, moeten we ons natuurlijk een beetje op het hoofd krabben. Ja, die lange pauze die was daarvoor bestemd. Het is natuurlijk buitengewoon pijnlijk dat het vertrouwen in de politiek de laatste tijd steeds verder is afgenomen. En dan wil ik niet één partij of partijen de schuld geven, maar ik geloof dat dat het grootste probleem is waar de politiek op dit moment mee kampt. Nou vond ik dat er weinig nieuwe jonge gezichten waren bij de mensen voor het Europarlement. Nou, ik ken niet alle kandidaten, maar op de CDA-lijst stonden wel een paar nieuwe mensen. Ook echte jonge mensen, die stonden niet erg hoog. Dat wil ik inderdaad, ben ik met u eens. En ik denk dat het heel hard nodig is om bij alle lijsten proberen nieuwe gezichten te brengen. Maar ik denk dat dat niet voldoende is. Vertrouwen win je niet door alleen maar nieuwe kandidaten te brengen of jonge kandidaten te brengen. Vertrouwen win je alleen door op een goede manier te opereren. En als ik kijk naar de Nederlandse politiek van dat is een zesminnetje van de afgelopen tijd, dan ben ik daar niet bepaald erg optimistisch over. Toch zie je dat wordt Louise van der Laan als nieuw gezicht voor D66 relatief veel publiciteit heeft gekregen.
Ja, maar weinig resultaat gehaald. Ik bedoel, met veel publiciteit ben je er niet. Je moet... Er ook wat achter zitten, wou je zeggen. Ja, je moet vertrouwen van kiezers hebben. En vertrouwen van kiezers krijg je niet door een aardig gezicht of door een vriendelijke glimlach in de camera. Vertrouwen van kiezers krijg je alleen door dingen te doen die goed zijn voor de politiek. Dingen aan te pakken waarvan mensen zeggen, nou, dat is een goede zaak. Daar wil ik achter staan. Die vrouw of die man steun ik. Nou, en ik geef een voorbeeld. Ik kom uit Limburg. Ik heb daar ook veel gedaan aan campagnes. Ik heb de afgelopen tijd Ria Ome gevolgd. En Ria Ome heeft daar fantastisch gescoord. Daar ben ik helemaal zeker van. Ze wordt echt gedragen door de mensen. En dat vind ik een enorme verdienste. Ik denk dat de politiek daar een heleboel van kan leren. En ik denk ook dat de politiek heel veel moet leren. Dus we hebben weer eigenlijk idolen nodig. We hebben weer rolmodellen nodig. Mensen waarvan we denken, daar geloof ik in. Ik ben overtuigd dat personen in de politiek de komende jaren steeds belangrijker zullen moeten worden. Want nu komt er alleen een oude olifant af en toe langs, zoals Wiegel, die dat belichaamt. Herkenbare gezichten voor mensen in hun eigen omgeving. En ik denk dat dat betekent dat je ook eens moet nadenken of je wel op deze manier moet kiezen. Of je ook niet in de toekomst, ook in het kiesstelsel, hoewel een systeem, een structuurwijziging, dat levert niet alle winst op. Maar het kan er wel bij komen dat herkenbare mensen op een gegeven moment door mensen worden gesteund en dan ook gekozen worden. Ik ben overtuigd dat dat in de toekomst ligt en wellicht een bijdrage kan leveren aan herstel van vertrouwen. Want dat is dringend nodig. Heeft u nou met uw Tweede Kamerfractie zich ook eens op het hoofd gekrapt en zegt, zouden wij niet wat meer met Europa kunnen doen, zorgen dat dat Europese beeld wat meer naar voren komt? Want het is ook in de politiek vaak, men kijkt eerst naar Den Haag, Tweede Kamer, wat zeggen die mannen daar? Heel zelden de Eerste Kamer en Europa komt niet aan bod. Daar zou u als Tweede Kamer ook wat ruimte voor kunnen scheppen. Ik ben overtuigd dat we dat meer moeten doen. Zoals u weet is er een spreekrecht afgesproken, zeer recent deze week, dat Europarlementariërs in de Tweede Kamer het woord mogen voeren in bepaalde gevallen. Ik denk overigens dat dat niet genoeg is. Ik denk ook, wij als Tweede Kamerfractie zouden daar zeker meer aan kunnen doen. We hebben de fractie ontvangen, we zijn er naartoe gegaan. Maar je zou heel wat meer kunnen doen, dat ben ik met u eens. Maar dat zouden alle partijen moeten doen. Ik denk ook overigens, zonder de Zwarte Piet te willen geven, zeker niet aan de pers, maar dat ook de pers wellicht al die jaren wat kritischer en wat vaker kritisch de Europarlementariërs in beeld zou kunnen brengen. Dat is een tweezijdig proces. Ja. De pers is niet actief geweest. We hebben dat een paar maanden geleden gezien met de Provinciale Staten, want laten we eerlijk zijn, alle discussies die ik nu gehoord heb van we zijn niet zichtbaar en de burger weet niet, geldt precies hetzelfde voor Provinciale Staten. Ten dele wel, zeker. Daar was de opkomst dan weliswaar nog, ik meen 45%, ruim 45%. Sommige andere mensen zeggen overigens, nou dat is genoeg. Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Weer anderen zeggen, zorg dat het iedereen moet gaan stemmen weer. Herstel dus de stemverplichting. Daar ben ik het ook niet mee eens. Ik denk dat herstel van vertrouwen een zaak is van de politiek. Waarbij partijpolitiek niet het allerbelangrijkste moet zijn. Waarbij het eigen mannetje of het eigen vrouwtje niet het allerbelangrijkste moet zijn. Maar waarbij wel uiteindelijk herkenbare personen uit moeten stralen dat ze zich willen inzetten voor mensen in hun eigen omgeving. Voor een ontwikkeling van een land, in dit geval van Europa. En dat ook echt menen. En niet alleen als het hun uitkomt. Blijf ik vastzitten aan zetels in de Kamer. Of je nou minister of staatssecretaris bent. Wat er ook gebeurt, ze blijven altijd zitten, zegt het volk. Dat is allemaal niet bevorderlijk voor vertrouwen in de politiek. En herstel van vertrouwen, dat is het allerbelangrijkste. Hoewel het CDA natuurlijk niet ontevreden kan zijn over deze uitslag. Dat zult u begrijpen. Nee, gezien de voorspellingen. Ik ga u nog één praktische vraag stellen. Er werd gezegd, in alle landen van Europa is er een soort Europees net op de televisie te zien. Kun je Europa Business News of Europa Nieuws zien. In Nederland niet. Zou het aanbeveling verdienen, en dat is iets wat aan de Tweede Kamer is, om een must-carry verplichting te maken voor een Europees net. En must-carry betekent dat een kabelnet dat moet doorgeven. We hebben Eurosport. Dat ook wordt niet overal, hè? Nou, dat wordt in ieder geval wel bekeken. Nou, ik denk niet dat je met kunstgrepen vertrouwen herstelt. Ik denk dat het een bijdrage kan leveren, maar de echte bijdrage... Het is een vrij simpele ingreep. Ja. Nou, zou in ieder geval het signaal zijn dat ook de Tweede Kamer zegt, we moeten hier wat aan doen. Nou, ik denk dat allerlei zaken tezamen er wat aan kunnen doen.
Maar herstel van vertrouwen is een langdurig proces waarbij inderdaad media, waarbij een kanaal een rol kan spelen, maar waarbij eigenlijk ook heel wat meer nodig is. En nogmaals, een glimlach van iemand op tv is dan niet voldoende. Mensen moeten iemand vertrouwen voor ze erop stemmen. En dat, dat is denk ik iets wat niet zo eenvoudig is. Dank u wel, meneer Straat. Oké. En D66, Bob van den Bos, nummer 2. Dus je zit er, zoals het er nu op donderdagavond uitziet, zit jij in het Europees Parlement. Ja, het ziet er op dit moment heel gunstig uit. We moeten even de definitieve uitslag afwachten. Gunstig, jullie zaten met z'n vieren en nu met z'n tweeën en misschien met z'n drieën. Nee, dat is waar. Vergeleken bij 5 jaar geleden is het minder. Maar goed, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk een hele turbulente periode gehad als D66. We zijn door allerlei moeilijkheden gegaan. En we zijn nu weer... Jaren, dagen, weken, uren. Ja, mag je wel zeggen, ja. Ja, ik werd er niet altijd vrolijk van, eerlijk gezegd. Iedere keer als ik de krant opsloeg, denk ik, alle machten, wat gebeurt er nu weer? Maar goed, al met al denk ik dat we er goed uit zijn gekomen. En dat we nu weer in de lift zijn naar boven. Ja. Dat horen we ook al een tijdje, maar... Jij gaat 5 jaar, ga je daar proberen het idee van staatsrechtelijke hervorming. In Europa heet dat waarschijnlijk Europese hervorming of zoiets. Maar toch een beetje uit te dragen. Dat idee bijvoorbeeld van een referendum. Maakt dat enige kans in Europa? Ja, absoluut. Kijk, D66 is opgericht om de kloof tussen de burger en het bestuur te verkleinen. Nou, als de kloof ergens groot is, dan is het in Europa. Dus wat we moeten doen is Europa dichter bij de burgers brengen. Je ziet nu vandaag de opkomst 30%. Dat is natuurlijk eigenlijk schandalig weinig. Dat ligt dus niet aan de burgers. Dat ligt niet aan de kiezers. Dat ligt aan de mensen. Het is een leuke constatering. Ja, dat is inderdaad een goede constatering. Want zo is het volgens mij. Het ligt niet aan de mensen die gekozen hebben of die zijn weggebleven. Het ligt aan de mensen die in Europa werkzaam zijn. Die hebben onvoldoende over het voetlicht weten te brengen hoe belangrijk Europa is. En wat wij dus nu moeten doen, dat geldt voor alle mensen die namens Nederland in het Europees Parlement komen. We moeten dus veel meer naar de mensen toe gaan, veel meer met de mensen praten en vragen aan de mensen wat zij ervan vinden. En niet over de hoofden van de mensen heen, over de ruggen van de mensen heen, heel ver weg allerlei dingen regelen in achterkamertjes. Ik vind het heel mooi. Nu leg je de schuld bij de Europarlementariërs, dus bij jezelf. Maar als ik nou denk aan van de week, zie ik Kok en Blair... Heel positief, u moet gaan stemmen, belangrijk. Maar ze hebben dit weekend wel even een Europees leger geregeld. En dat had de burger toch wel in de gaten. Dus ja. Ligt ook de schuld niet een beetje bij de nationale politiek... die dat Europa toch als een... zeker dat Europees parlement als een... kudde, iemand zijn vandaag oude, stervende olifanten. Ja, kijk... Ik word altijd een beetje misselijk als ik dan vlak voor de verkiezingen zie dat er een brief wordt geschreven van Blair en Kok aan alle Nederlandse kiezers. Dan denk ik, allemachtig, dat heeft een of andere public relations bureau heeft die brief gemaakt. Ik word daar een beetje misselijk van. Je moet niet vlak voor de verkiezingen al dat soort taal uitslaan. Je moet gewoon altijd naar de kiezers toe gaan. Je moet altijd heel goed bewust zijn dat het gaat om wat de mensen ervan vinden. Je moet je van bewust zijn namens wie je daar zit. En dat geldt voor de Nederlandse politiek, maar dat geldt nog veel meer voor de Europese politiek. Want je zit veel verder weg. Ik ben dus ook van plan hier in Den Haag om een spreekbuur te houden. Om regelmatig naar de mensen toe te gaan en aan de mensen te vragen. Ja, wat vinden jullie daar nou van? Wat moet er veranderen? Wat willen jullie dat er gebeurt? Je bent volksvertegenwoordiger. Daar gaat het om. Nou is er net, geloof ik, een paar weken geleden beslist dat u als Europarlementariër ook spreekrecht krijgt in de Tweede Kamer. Wilt u dat gaan gebruiken? Absoluut. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik heb zelf 4 jaar in de Tweede Kamer gezeten. Ik heb gepleit voor dit spreekrecht. Ik ben dus heel blij dat het er nu doorheen is. Aanvankelijk was er heel veel weerstand tegen. Maar nu is men daarmee akkoord gegaan. Mij is opgevallen dat de Nederlandse leden van het parlement heel erg weinig weten van Europa. Leden van het Europees Parlement weten er veel meer van. Het is dus veel beter dat de leden van het Europees Parlement, de Nederlandse ministers, daarover ondervragen. Dat betekent ook dat je daarmee publiciteit krijgt. Dat betekent ook dat het meer gaat leven in Nederland. En dat betekent hopelijk ook dat over 5 jaar veel meer mensen voor Europa gaan stemmen. Omdat ze inzien dat de macht verschuift van Den Haag naar Europa en de macht moet beter gecontroleerd worden. Want het mag niet meer zo zijn in de komende periode dat alles in achterkamertjes wordt geregeld. We hebben verkiezingen gehad en dat betekent dat de Nederlandse leden van het Europees Parlement veel meer
dan tot nu toe die macht moeten gaan controleren. Veel en veel strenger. Nou, een laatste gewetensvraag. Waarheen gaat u op vakantie? Waarschijnlijk naar Frankrijk of Italië. Dat zijn mijn favoriete landen. Dat vind ik nou jammer, Bob. Je had moeten zeggen, ik ga in Kosovo eens kijken hoe de zaak ervoor staat. Nee, ik vind Kosovo niet een land om op vakantie te gaan. Ik zal daar zeker als lid van het Europese parlement gaan kijken. Maar niet om vakantie te vieren, maar om te kijken wat er nog meer moet gebeuren. En om daarmee met die kennis ook in Europa aan de gang te gaan. En toch te pleiten om veel meer hulp te geven dan men nu van plan is. Want herstel van de situatie daar en mensen in staat stellen om een behoorlijk leven te hebben en de vluchtelingen in staat stellen om daar weer terug te keren, dat is denk ik de belangrijkste opgave voor de komende jaren. Bovendien eens even kijken wat er in de rest van Oost-Europa, want we krijgen er ook nog wat stukjes bij in de komende jaren. Daar liggen nog wel meer brandhaarden. Staatjes als Moldavië, Tsjechië, Hongarije, grensconflicten. Het is nogal een rumoerig volkje natuurlijk. Ja, kijk, Oost-Europa is absoluut zeer instabiel. Wat we dus moeten doen is die landen helpen om er economisch bovenop te komen. En als ze ertoe in staat zijn ook lid te maken van de Europese Unie. Want als er één ding duidelijk is, dan is het wel dat als je eenmaal lid bent van de Europese Unie, ja, dan voer je geen oorlog meer. Dan is het ondenkbaar wat er nu is gebeurd in Kosovo, wat er nu is gebeurd in Bosnië, is ondenkbaar voor leden van de Europese Unie. Het is dus van het grootste belang dat Europa steeds breder wordt en dat we met elkaar samenwerken en geen oorlog meer voeren. Dat is de boodschap die ik hier aan het einde... Ik vind het toch een teleurstellend boodschap voor de Friese onafhankelijkheidsbeweging. Dankjewel, Bob. Oké, ja.